kijkers. Wordt weer een gezellige avond met twee fantastische gasten. We hebben het met Ronnie Ruisdaal. Ja, hallo. Hoe is het? Goed. Weet je hoe laat het is of niet? Ja, ik heb het hier, ja. Oké. Nee, toch niet. Ze staan niet helemaal gelijk, dus ik laat het er maar even bij. Wijven, tijd voor de wijven. Ja. En Harry Slinger. Harry Slinger. Ja, goedendag. Hij ligt onder vier. Klein mannetje, was een jaar of zeven. Nou, denk ik ongeveer 7, 8. En was in Zoutkamp, dus hier vlakbij, niet zo heel veel vandaan. Ja, ja. En had je drukwerk? Nou, als ik op één iets jaloers was, dat was alleen op dat rode mutsje al. Ja, meen je dat? Geweldig. Ja. En heb je de moeder er toen één gebreien voor? Nee. Ze kan niet breien. Ze heeft zulke handen. Ze heeft zulke handen. Oh. Dus nee. Ze kan echt niet breien. Naaien kent ze wel, dus. Ja, dat kun je wel zien. Ja, maar je vraagt mijn vader. Nee, ik wil kleding. Nee, kleding. Het is... Ja, Zoutkamp heb ik goede herinneringen liggen. Ja, ik zal nooit vergeten dat ik daar moest optreden. Dat is een verhaal. Mag het even? Tuurlijk. Hebben jullie tijd? Ja. Nou, ik moest daar heb jij in Zoutkamp gedaan? Opgetreden met de wind. En toen, dat was in een feesttent. En toen was er aan die kant van het podium was er staan de kleedkamer. En aan deze kant van het podium was het trappetje. Dus je moest de hele tijd omlopen zo. En toen hebben ze na de eerste ronde, hebben ze even het trappetje verplaatst daar naartoe. Maar dat wist ik niet. Dus toen komt er iemand, die komt de bühne opklimmen en die wil even meezingen. Maar een kuil op, niet te geloven, al de meloen. En die komt de bühne op en die staat met me te zingen. Ik denk, nou, vond ik het wel weer genoeg, weet je wel. Want en dus toen heb ik hem meegenomen naar het trappetje. Het stond er niet meer. Maar dat wist ik niet. Dus hij bouwde niet af van die bühne. Dus toen heb ik hem een setje gegeven. Toen hoorde ik een klap. Toen even later zag ik dus twee EHBO'ers met een brancard. Die had zijn poot gebroken. Gelukkig weet hij niet dat ik het gedaan heb. En wat zal hij dan? Je loopt tegen mij. Ja, alsof ik een kind was. Dat is echt gebeurd. Ongelooflijk. Ja, leuk. Het is mijn herinnering aan Zoutkamp. Nee, ik wil zeggen, als klein ventje was ik echt helemaal fan. Drukwerk, dat was... Als klein ventje? Ja, doe maar. Nee, nou nog hoor. Nou nog, tuurlijk. Wie kent die liederen niet? Ja, we zijn toch... Ik ben ermee grootgebracht. Nee, jij niet. Hé, Amsterdam. Ze zeggen dat je bent veranderd. Maar FNV, FNV-man of zanger? Beide. Hè? Ja. Eigenlijk een oude protestlied. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen, hè? Ja. Nog steeds eigenlijk wel. Ja, ben je nog steeds fan. Heb je nog wensen, Harry, in de muziekindustrie? Denk je, dit wil ik nog wel gaan bereiken. Of ik wil nog wel iets. Of ik wel iets wil bereiken. Nee, wensen in de muziekindustrie. Ja, dit zeg ik. Of ik iets nog wil bereiken. Ja, nou, rijk worden. Maar dat zit er niet in Nederland. Er zijn mensen die kunnen prachtige pakken kopen. Heel duur. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. Nee. En waar is het allemaal gebleven dan? Want je had natuurlijk in de jaren 80 mega succes. Nee, dat lijkt... Kijk, de grootste vergissing is... En dat zullen jullie ook merken. Zeker als je als twee broers een combinatie maakt op tv. En als jij nu door de stad loopt, denken ze allemaal... Nou, die heeft zijn zakken gevuld. Nee, dat hebben jullie misschien wel, maar niet via de televisie, toch? Nee, want dan denken ze altijd dat je op tv, dat je dan de steenrijk bent. Maar als je rekent met... Nou ja, daar weet jij ook alles van. Als je met een band door het land moet trekken, wat het kost. Ja. Mensen denken altijd, maar, wat je kost, dat krijg je, maar zo gaat het niet. Nee, kijk, ik verdien een hele hoop. Alleen... Je krijgt het niet. Nee. Nee. Daar heb heel Nederland last van op een paar graaiers na. Nou, als dat geen duidelijk helder... Je hebt een nieuw product gemaakt. Vertel eens wat over dit. Nou, het is heel leuk. Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam mijn zoon tegen mij van... Pap, heb je ook partituren van de muziek die je toen maakte? Want... Dat is weer helemaal actueel. Hè? Nummers als laten rijken de crisis betalen, bezuinigen, je loog tegen mij. Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord, dat doen ze nog steeds. Hier in Groningen-Noord geloof ik ook. Dus dat muziek is weer, hij zegt dat is weer actueel. En hij moest spelen op een avond en toen zegt hij, want dan kan ik het ook spelen met de band. En die hebben een hele leuke band. Nou, dus van het een kwam het ander. Ik geef hem die partituur, hij gaat repeteren. En toen zegt hij, pa, wat doe je die avond als ik moet spelen? Ik zeg, nou, dan kom ik eens kijken hoe jij dat voor elkaar weet te brengen. Dus hij, oh, kan je dan geen gastzanger zijn? Nou, ik, Slamiel, natuurlijk denk, ja, kom je zoon op de bühne? Hè? Jij hebt met twee zoons op de bühne gestaan. Ja. Drie zelfs, hè? Twee. Nee, maar ik stond er, ik kreeg de kans om met mijn zoon de bühne op te gaan. Nou, toen hebben we het opnieuw opgenomen. En nou is het leuke, ja, die gaan jullie straks ook zien. Het met de clip af. En die heeft hij ook zelf gemaakt.
En er zitten oude beelden in, er zitten nieuwe beelden in. En het is zo ik ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Weet je? Heel erg, heel erg. Goed, hè? Kondig mezelf even aan, Harry. U krijgt nu, uniek, voor het eerst, in Nederland, de video, ja, de videoclip van Tegen Beter Weten in, gemaakt door Bram Slinger met de band en met zijn vader. Nou, wat wil je nou nog meer? Maar omhoog, trappelend in een natte luier. Of wil je hem het liefste droog? Als baby wil je natuurlijk weten alles wat je nu al weet. Alleen de fijne dingen beleven, alsof je de nare dag vergeet. Tegen beter weten in, opnieuw beginnen heeft geen zin. Tegen beter weten in. Beter weten in. De nekspieren zijn het best ontwikkeld. We kijken het liefste achterom. Slaan een blik op ons leven en denken vaak daar ook op. Heb ik toen verkeerd gehandeld? Had ik me beter nagedacht? Het is helemaal niet zo gelopen als ik eigenlijk had verwacht. Tegen beter weten. Willen we nog zo graag? En of we echt wel anders kunnen? Geef zelf antwoord op die vraag. Tegen beter weten in. Opnieuw beginnen heeft geen zin. Tegen beter weten in. Opnieuw beginnen heeft geen zin. Tegen beter. Harry Slinger, heerlijk. En weet je wat leuk is? Ja. Applaus. Drukwerk. Ja. Weet je wat leuk is? Wij hebben de primeur in Groningen. Dat is toch wel bijzonder? Ja, vind ik wel. Wij hebben de primeur van je videoclip. Ja, ja, ja. Wij hebben de primeur. Ja. Nou, heerlijk hoor. En dat in Groningen. Het was gisteren. Ja. En nou is het klaar. Ja. We gaan verder. We doen hier gaan met die banaan. Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Die man, over waar het, als die man in de feesttent komt, is een feest. Dan is het feest. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, daar kom ik voor. En ik kom heel veel in de provincie Groningen. Ja, ben je geliefd, hè, deze kant uit, hè? Ja, ik ben ook graag in Groningen. En wat ik... Wat heb je met Groningen? Nou, ik hoor natuurlijk... Imca Marino, alle toch? Ja, Imca. Ik ga soms bij Imca koffie drinken voordat ik dan bij haar in de buurt moet optreden. Maar ik ken alle dialecten van Nederland, maar het mooiste dialect is Grunnings. Grunnings? Ja. Mijn toentje en mijn ketnij poedi. Ja, ketnij poedi? Ik heb allemaal aan poedi. Nee, maar en mijn toentje. Dus alt, kan je weten wat dat is? Ketnij poedi. Nou, het is wel een nieuw vrouwtje. Ik heb een nieuw vrouwtje. Ja, en dan mijn toentje. Ja, ken je dingen van Ede Staal? Mijn toentje. De waarschuwende baan, die komen zo slecht op. En de sputters vreden al bij ons op.
Ja, mijn toentje, ja, mijn toentje. Ja, dat mis ik nooit geen. Ja, dat maar is je hebt altijd liedjes eigenlijk die een beetje echt feestnummers zijn, hè? Ja, over het algemeen wel. Ja. Bedenk je dat zelf? Ja, samen met de manager. Ik heb een manager en die rijdt ook overal mee naartoe. We zien elkaar iedere dag, dus we reizen heel veel, we doen heel veel. En we gaan samen de studio, hij drumt altijd alles in. Dus wij zijn eigenlijk, zal ik zeggen, een beetje de koker waar de meeste ideeën zo uitkomen. Je ziet geen levenslied bij jezelf zingen? Of? Jawel. Ja? Jawel, maar? Het lastige daarvan is, want wij zijn eigenlijk met de Johnny's ooit begonnen met echte tranentrekkers. Ja. En eigenlijk ligt mijn hart heel erg bij de tranentrekkers. Maar op een gegeven moment zijn we bij de Johnny's in de richting het feest gegaan. En Nederland wil eigenlijk van mij alleen maar dat ik feest ga doen. Dus die tranentrekkers moet ik gewoon thuis maar in de slaapkamer gaan zingen. Want uiteindelijk is het ook heel vaak dat het publiek, heb toch een beeld van je, dit willen we van jou zien. Ja. Dus dan ga je uiteindelijk, ja, dan ben ik blij dat ik nog de Vlieger mag zingen bij een optreden of dat soort liedjes. Ja. Of Annemarie of noem maar wat. Maar voor de rest is het toch allemaal, ja, de banaan. Het laatste nummer, Ajajaj, is een beetje ertussenin. Ja, dat Ajajaj gingen we doen. En toen was het meer van welke stijl gaan we doen. En toen konden we kiezen voor zullen we zeggen, een beetje up-tempo. Ik zei, nee, ik wil terug toch. Nee, ik wil echt een wals. Ik wil echt een. Dus het is echt zo lekker met van die Mexicaanse blazers geworden. Met Ajajaj, Juan de José, neem ik ieder optreden mee. Is het dat? Laat je maar horen, het hele publiek danst. Laat je maar horen. Het leven gaat meestal van links naar rechts. Maar soms ook van achter naar voren. En dan gaat het hele zo in de feesttent. Daar is wel over nagedacht, over die tekst. Ja, het is kijk, iemand zei het is een filosofische tekst. Nou wist ik zelf toen de tijd niet wat het woord filosofisch betekende. Maar het betekent eigenlijk toch, ja, het leven gaat meestal van links naar rechts. Maar soms ook van achter naar voren. Ja? We gaan even de videoclip bekijken van je nieuwe track. Ja, van Ajajaj. Juist, zou je het zelf willen aankondigen? Ja, dames en heren, het volgende plaatje is een filosofisch plaatje. Ik weet eigenlijk zelf niet wat het woord betekent. Maar het gaat er niet of om, in het leven gaat het meestal van links naar rechts. En op onverwachte momenten ook van achter naar voren. Kijk maar. Je denkt misschien, ik heb het goed gezien. Want het is toch zo klaar als een klontje. De zon komt naar regen en voorkomt naar tegen. En de wereld die draait in een rondje. Ai, 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 ai. Laat je maar horen. Het leven gaat meestal van links naar rechts. Maar soms ook van achter naar voren. Maar soms ook van achter naar voren. Je bent lekker gewend aan dat wat je kent. En hoe heet je dus ook graag wil eten. Soms is het ontberen wat je zal moeten leren. Dat je nooit alles zeker kan weten. Soms ook van achter naar voren. Het leven gaat meestal van links naar rechts, maar soms ook van achter naar voren. Ai, 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 van rechts naar links. Ai, 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 van rechts naar links. Ai, ai.
was een fantastisch publiek. U was een fantastisch publiek. Geweldig, wat een nummer. Ronnie Ruijsdaal, heerlijk. Van voor naar achter, van links naar rechts. En op en neer. En op en neer, ja. Daar gaat het liedje voor de zoveelste keer. Nee, nou, we blijven zitten. Nee, maar, als artiesten reizen jullie natuurlijk door het land heen. Ja. Ronnie Ruijsdal, wat is nou het gekste wat jij afgelopen periode beleefd hebt? Wow, de afgelopen periode? Ja, ik zeg nou eerlijk waar, of het meest storende, mag ook. Het meest storende? Ja. Nou, er gebeuren heel weinig storende dingen. Mensen praten altijd over jeugd. De jeugd van tegenwoordig merk ik helemaal niks van. Ik vind de jeugd fantastisch en het treedt toch eigenlijk in heel Nederland op. Het meest... Ga jij eerst even, want ik moet even nadenken. Nee, want ik heb een paar hersenen gekregen. Laat maar eens werken. Ja, maar ik word al... Het leukste wat ik heb meegemaakt was vorige week op Ibiza. Maar dat is dan weer... Dat is dan weer... Iemand in Nederland had een paar vrienden meegenomen naar Ibiza. En zegt, ja, ik wil dan dat we ergens aan het strand zo'n tentje ga ik afhuren. En dan wil ik dan in één keer... Dan moet Ronnie Ruijsdal er staan op te treden. Dus ik heb een paar dagen naar Ibiza geweest. En dan sta ik in één keer dan in zo, op zo'n strandtentje te spelen voor 30 Nederlandse voetballers waren het, geloof ik. Ja, dat is wel eigenlijk het leukste wat ik de afgelopen 14 dagen heb meegemaakt. Ja, vorige week was het. Ja, sorry. En Harry is de afgelopen 14 dagen. Nou, dat ik... Of wat het meest storende. Dat mag ook. Dat je zegt, hé. Nee, of iets leuks. Nee, dat je zegt, hé. Ik krijg me niet te gauw en dingen. Nee, dat dacht ik niet. Nee, dat zijn de goede Harry's. Ja, wij zijn de goede Harry's. Ja, nee. Dat is recht, ja. Maar nee, wat ik heb meegemaakt qua verkeer en zo, is dat ik moest van mijn huis naar Groningen. Want ik moest hier anderhalf of twee weken geleden repeteren met het politieorkest Noord-Nederland. Dat is vlakbij het station. Ja, klopt. En dan blijkt ineens dat als je zo helemaal rustig naar Groningen kan rijden, niks in de hand, prachtig mooi zo, over de Afsluitdijk en dan zie je alles en je voorbij trekken zo. En dan helemaal zo met zo'n tempomaat in je auto, weet je wel, dan zet je hem vast en dan ga je heerlijk zo. Zit je echt zo. En dan kom je in de stad Groningen en wordt het ineens een gekkenhuis. Ik dacht dat ik in Amsterdam terechtgekomen was. Het is hier net zo erg als bij ons. Maar dan gaan ze hier nog straten afsluiten bij het station. En toen ben ik 3 keer rond het station gereden. Ik denk, nou, weet je wat ik ook kan doen? Ik kan natuurlijk ook gewoon een verkeers iets doen. Dan komt vanzelf de politie en die wijst me wel de weg naar het orkest. Naar het politieorkest. Ja. Ja. Maar gelukkig, ik was net op tijd. En, maar het is een geweldig orkest, zeg. Potverdomme. Die kunnen ze wel hier. Ja, die kunnen ze wel, hoor. Ja, het is een leuk orkest en daar heb ik mee opgetreden in Hoogveen. Ja, Hoogveen. In de tamboer. En dat was voor die service dogs. Honden die het licht voor je aandoen. En, en je uitkleden ook als je naar bed moet en zo. Ja, die, dus, die heb ik ook thuis. Ja, maar mijn vrouw vindt het ook fijn dat ook een hond van een kerel heb je eruit kleedt als je naar bed moet. Ja. Mag jullie vullen bedanken? We lopen op de tijd. Want zonder jullie zijn wij helemaal niks. Hè? Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hey!